Namens het bestuur van VV Hondsveld wensen wij u een prettige wedstrijd. Nou, dat is toch vriendelijk van het bestuur van de thuisclub. Hollandse Veld, de competitie goed begonnen en begint ook dit duel uitstekend. 10 minuten gespeeld. Dit is Tom Koopman met de 1 tegen 0 al vroeg in het duel. Hollandse Veld leidt. 1, ja, simpele paas. Vrijheid, te veel vrijheid. En daar weet Koopman wel raad mee. En doelman Ronan Rona is kansloos. Dit is wel symptomatisch hoor voor het duel. Hollandse Veld scherper dan Vaco. En dan komt de bal hier voor de voeten van Strijker. Tjonge jongen, wat een pegel. En is het Roy Strijker die al na 12 minuten de 2 tegen 0 aantekent. Heerlijke treffer. Rona kansloos. Maar veel gebeurt er daarna niet meer in de eerste helft. We zitten inmiddels al in blessuretijd. De koploper veel sterker dan Vaco. En dan gebeurt er dit. Danny Mol. Hoho. Heerlijke goal. 3 tegen 0. Wedstrijd lijkt al voor rust beslist. Ja, dit doet hij prima hoor. Geplaatst in de kruising. Heerlijke treffen vindt ook de harde kern van Hollandse Veld. Tweede helft. Brengt trainer Kormeijer onder andere deze good old Patrick Steenbergen. Ja, die kan het nog hoor. Kijk eens even. Prima aanname. Direct meer dreiging aan de kant van Vaco. Dan komt de bal uiteindelijk voor de voeten van een andere invaller. Ivar Goedkoop krijgt hier de bal. En eigenlijk de eerste poging in het duel voor Vaco. Geen probleem voor Lennart Vos, de doelman van Hollandse Veld. Een minder goede tweede helft dan de eerste tot dit moment. Strijker, heerlijke actie, niet zelfzuchtig. En daar is Danny Mol met zijn tweede van de middag. Maar ja, hij weet waar hij naartoe moet. Roy Strijker, kijk eens, heerlijke actie. Behoud het overzicht. Ja, dan is dit een koud kunstje. 4-0. Lekker hoor. Ja, vanaf dat moment geef Vaco het op. Is de wedstrijd gespeeld en is het de vraag hoeveel wordt het uiteindelijk? Deze voorzet is prima. Net gaf hij de voorzet, nu maakt hij het af. Strijker, ook hij maakt zijn tweede van de middag. 5-0. Prima bal, goed gegeven en heerlijk afgerond. Strijker toch de man van de wedstrijd. En even later raakt Luc van Eck geblesseerd en komt de reservedoelman, deze man, Luc Ter Stegen in de ploeg. Alle veldspelers zijn al ingebracht. En dus een extra wissel aan de kant van Hollandse Veld. En dan wordt Strijker weer gevonden. Hij is toch de man van de wedstrijd. Strijker. De poging is goed. En daar is hij hoor. Ja, ja, ja. Normaal houdt hij ze tegen. Nu schiet hij raak. En dat moet gevierd worden. Hollandse Veld viert feest. Want het is die invallendoelman Mick Ter Stegen. Die attent reageert op het foutje van Rona. Ja, daar weet hij wel raad mee. Ook niet zo heel erg moeilijk, maar hij viert feest. Normaal is doelman Ter Stegen nu. Ja, topscorer, vraagteken, wie zal het zeggen? En dan komt het slotakkoord, de eretreffer toch nog voor Vaco. Steenbergen. Van Uffelen, van afstand. Vos laat de bal los. En daar staat Ivar Goedkoop. En hij brengt de eindstand op 6 tegen 1. Het schot van Uffelen kan niet worden gekeerd door Vos. Steenbergen attent. Hollandse Veld is de competitie uitstekend begonnen en lijkt weer onderweg terug naar de derde klasse. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat was vooraf het doel niet. Er zijn meerdere ploegen die degraderen. Kijk naar een Borger, SJS. En die zullen allemaal het doel hebben om misschien weer terug te komen. Als je zo'n start hebt, dan denk ik dat je doel op de duur wel bij kan gaan stellen. Hoewel de competitie, ja, klinkt cliché, maar die is gewoon nog heel lang. Maar wat we nu hebben, dat pakken ze ons zeker niet meer af. En dit is de stand in de zaterdag vierde klasse F. Hollandse Veld, de maximale scorer dus, 12 uit 4. Borger op plek 2. En onderaan is het lastig voor Leo Loon en Vaco.